Dank u wel, meneer Fokking, namens OCA. Ik kijk tenslotte naar mevrouw Koops, ChristenUnie. Mevrouw Koops. Ja, voorzitter, dank u wel voor het woord. Ik heb natuurlijk vanavond de betogen gehoord van de oppositie van D66, GroenLinks, PvdA en de SP. En voorzitter, daar wil ik graag een enkele opmerking aan wijden. Ik hoor D66 zeggen dat in het geheim is onderhandeld, dat er geen informatieronde is geweest, geen onderzoek naar varianten, geen onderhandelingen zijn geweest. Maar dan wil ik wel heel graag, voorzitter, tegen D66 zeggen en in herinnering brengen dat toch op de verkiezingsavond al de VVD als grootste partij zo netjes is geweest, zo ja, coulant is geweest om te zeggen van nou, beginnen jullie maar D66 als grootste winnaar. Dat het dan vervolgens misgaat, ja, dat is dan iets wat heel sneu is. Maar dat wil ik wel in herinnering brengen. Dan de fractie van GroenLinks. De fractie baalt. En dat, ja, dat deel ik ook. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Misschien hadden jullie heel goed gepast in deze coalitie. Ja, er is iets misgegaan en jullie kijken ook kritisch naar jezelf. En ik moet zeggen, dat bewonder ik. Ik hoor dat nu, hè, die kritische blik naar jezelf. En dat vind ik heel knap en heel dapper. En dat, ja, dat is een compliment daarvoor. Dan de SP, die heeft allerlei vragen nog gesteld over ja, wat er nog komt, wat er nog behandeld moet worden. Ja, ik wil tegen de SP zeggen, die vragen die komen nog. Die inhoud, hè, die gaan we nog behandelen en dat zal waarschijnlijk op 2 juni zijn. Ja, voorzitter, ja. Kijk, laat ik het zo zeggen. Als wij worden uitgenodigd en er komt een mooi akkoord en wij bovendien ook nog een wethouder mogen leveren die deze portefeuille heeft, hè, zeg maar de sociale portefeuille, ja, dan zijn we natuurlijk gek als we dat zouden weigeren, als we niet deelnemen aan deze coalitie. Onze partij, de ChristenUnie, ja, wij vinden dat wij voldoen aan een aantal uitgangspunten die belangrijk zijn in een coalitie. En dat is onder meer een constructieve samenwerking, is heel erg belangrijk. En ook het feit dat je in staat bent om consensus te bereiken. Nou, dat gevoel hebben wij heel sterk in deze coalitie, is ook al duidelijk gelukt. En ja, om die reden zijn we dan ook heel dankbaar dat wij namens de ChristenUnie ja, de sociale portefeuille mogen hebben. Dat is precies onze core business. Bij de ChristenUnie heeft altijd de rode lijn was altijd de mens. En ik ben blij dat ik die lijn mag doortrekken in dit college. Dank u wel. Mevrouw Koops namens de ChristenUnie. Ik geef gelegenheid voor een tweede termijn. Mevrouw de Leur. Ja, even heel kort, voorzitter, want ik heb niet echt het idee dat hier een debat wordt gevoerd, maar dat iedereen wederom de stellingen aan het betrekken is over alles wat er is gebeurd. Eerlijk gezegd biedt dat wat ons betreft niet een goed gevoel voor de toekomst. En wij vragen dan ook echt heel erg af wat het samen is van het college, zoals ze dat nu proberen voor elkaar te boksen. Want als het aan D66 ligt, gaat daar waarschijnlijk nog wel, zeker als ik de geluiden nu vanavond hier zo hoor, nog wel een hele tijd overheen. En ik wil in ieder geval nog één opmerking, ik zou op iedereen wel kunnen reageren, maar in ieder geval de opmerking van mevrouw Koops, dat D66 gezegd is, beginnen jullie maar, dat is niet waar. Er is alleen aan ons gevraagd wat we wilden. Dus wij zijn niet aan zet geweest in deze. Dank u wel, mevrouw de Leur namens D66. Ik kijk naar meneer Mager, GroenLinks. Ja, voorzitter. Mijn bijdrage in eerste termijn was bedoeld als een soort rouwverwerking. Dus laat ik vervolgens niet weer de boel verder oprakelen. Ik heb behoefte aan één opmerking. De heer Raad heeft in zijn reactie aangegeven dat meteen nadat hij het initiatief genomen heeft, hij een ronde gedaan heeft waarin hij, zoals hij dat aangaf, alleen bij de oudere combinatie burgerbelangen en de ChristenUnie ruimte vocht voor alternatieven. Hij weet dat dat niet waar is. Meneer Pols, Partij van Arbeid. Ja, voorzitter. De heer Van Erp is begonnen met een opmerking, of als eerste begonnen met een opmerking dat we dit soort processen in de toekomst niet volledig in beslotenheid zouden moeten voeren. Ik zeg ook nadrukkelijk niet volledig in beslotenheid, want de heer Groot heeft natuurlijk heel erg gelijk dat je niet alles in de openbaarheid kunt doen. Maar om 7 weken lang gewoon alleen maar gesprekken te voeren en zelfs deze raad daarover niet met 1, 2 of 3 woorden te informeren, is natuurlijk wel heel erg weinig. En dat brengt ons nou ook in de situatie dat we in een soort net wel eens niet eens spelletjes gaan belanden. Want net als
de heer Mager en mevrouw De Leur heb ik wel de behoefte om toch nog een paar feitelijke onjuistheden, in ieder geval mijnerzijds, maar dat kunt u allemaal weer niet controleren, want dat was immers alleen maar in de beslotenheid, te corrigeren. Het is in de eerste plaats niet waar dat de Partij van de Arbeid nee gezegd heeft tegen het aanbod om een onderzoek te doen naar voortzetting op een of andere manier met uitbreiding van de oude coalitie. Het enige wat de Partij van de Arbeid heeft gezegd is dat wij D66 de ruimte wilden geven om een verkenning te voeren over een andere lijn. Ik heb de heer Raad de volgende ochtend na dat telefoontje ook nog persoonlijk opgezocht om hem dat toe te lichten. En in de richting van de heer Groot, ik begrijp dat er tussen de vijf over de inhoud is gesproken. Dat is heel helder. U hebt ook een verslag daarvan naar ons gestuurd van een aantal pagina's en die gaan we nog bespreken. Maar met de Partij van de Arbeid is er ook tussen u en mij nooit over inhoud gesproken. En wat u zegt over de peiling op internet, daar hebt u echt helemaal gelijk in. Het was een voorbeeld wat ik gaf. Ik constateer dat u zegt 19 is ook een meerderheid. Ik van mijn kant zeg 19 is een hele smalle meerderheid, helemaal overrechts, is een onvoldoende basis. En dat herken je in allerlei vormen terug in de samenleving, bijvoorbeeld ook in peilingen, maar dat niet alleen. Dank u wel, meneer Pols, namens de Partij van de Arbeid. Meneer Van Erp. Voorzitter, wat onderhandelingen betreft, dan wel in de openbaarheid of geslotenheid, sluit ik me heel aan bij de heer Pols. Ik heb ook niet gezegd dat we de onderhandelingen in het openbaar en hier in de raad zouden moeten voeren. Het gaat erover uit wat de partijen denken, hoe ze de verkiezingsuitslag duiden. Moet er een informateur komen? Komt er een formateur? Die zaken. Als dat duidelijk is, dan kunnen natuurlijk buiten de raad om onderhandelingen plaatsvinden. Tweede typeert de heer Groot transparantie als een modegril die geen zoden aan de dijk zetten. Nou, daar zijn wij het dus helemaal niet mee eens. En als de CDA dat vindt, moet transparantie niet in het verkiezingsprogramma zetten. Zo simpel is dat. Kiezers hebben geen college of coalitie gestemd, maar de kiezers hebben een gemeenteraad gestemd. Laten we daar ook even duidelijk over zijn. En als we kijken van wie vertegenwoordigt wie, even een klein rekensommetje van 80.000 inwoners, waarvan 60.000 mogen stemmen ongeveer. 54% van de kiezers zijn komen stemmen. En dan gaan we hier kijken in de raad rond en dan zijn het de 19 zetels van de 37. En wie vertegenwoordigt dan wie? En dat moet ons eigenlijk wel even goed in gedachten houden. Mevrouw Koops zegt van over de inhoud komen wij nog te spreken. Voor de SP is wel heel duidelijk van wij gaan voor de inhoud en dan de poppetjes. Dank u. Dank u wel, meneer Van Erp. Meneer Raad, tweede termijn, ja, PVD. Voorzitter, hartelijk dank. Twee opmerkingen, even naar meneer Mager toe. U heeft gelijk, in die gesprekken zat daar de ruimte. Vandaar ook dat dat vervolg daar aangekomen is. Dat heb ik altijd zeer gewaardeerd. En nog even over een rechts. Kijk, want dat is wel iets wat ik hier toch wel even nadrukkelijk wil gaan zeggen. Al dat labelen in deze gemeenteraad. Kijk, wij zijn de VVD. En Piet van der Heuvel, oud-wethouder hier van deze stad, die heeft me wel eens verteld, die zegt van nou, het ergste wat Joop den Uyl ons aangedaan heeft als VVD, om ons weg te zetten als een rechtse partij. En we zijn ook geen linkse partij, we zijn een liberale partij. En dat is voor ons staat dat voorop. Wij zijn liberalen. En dus dat hele etiketten plakken van links en rechts, ja, het maakt ons eigenlijk niet uit. Het gaat er ons dat die stad goed bestuurd wordt en daar gaan we voor. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Raad, namens de VVD. Mevrouw Roos, DBA. Ja, voorzitter. Ik heb me ook ontzettend gestoord in de kranten aan dat rechtse blok. Eerst waren we geen partij. Dan zijn we een partij die toch wel weer zo verdwenen is. Dan zijn we weer links. We zijn van allerlei kleuren geweest. En nu, omdat we dus met de VVD samenwerken, maar voor Amstelveen gaan en een beleid neerzetten waar we flink op moeten bezuinigen. Dus niet kijken dus naar waar halen we het vandaan, bij de armen of weet ik veel wat.
Nee, we besparen hele grote groepen. Daar doen we helemaal niks mee. We gaan kijken eerst bij onszelf. We doen een wethouder minder. We gaan intern kijken waar we kunnen bezuinigen. En ik moet eerlijk zeggen, ik moet eerst nog maar dat college zien die dat tot nu toe heeft gedaan. Tot nu toe zijn er allemaal alleen maar wethouders bijgekomen. Dus ik vind dus dat de kans ons geboden moet worden om maar eens te laten zien wat we werkelijk kunnen. En wacht het maar eens rustig af. Dank u wel, mevrouw Roos namens BBA.